Ik kreeg direct een telefoontje van de juf van Zaken. Zaken hier op het Pienholle. Klagen te de laatste week eigenlijk al wat over. Die is wel echt super mooi. Die past je net helemaal, dus ik hoop dat er in de hoes wat past. Ik ga de vegen maar op de stafzorg zetten. Pas wel bij elkaar, vond ik zeggen. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlag. Ik ben op een paard, ik had de laatste dingetjes bij de meesing gebracht van de Kriesclub, waar we broekt hier. En ik zal nu het laatste nog even op zolder brengen. En dan op zolder alles nog even weer netjes in, hoe heet dat, zo'n kubuskist ervan. Nog even zien dat alles goed inpakt zit. Want het maar net vochtig was of de moes met naar voren komt, dus dat zit nog even aan. Ik kreeg direct een telefoontje van de juf van Zaken. Zaken hier op het Pienholle. Klagen te de laatste week eigenlijk al wat het over. Dus ik ga Zaken even ophalen. Die lijkt nog lekker even op de bank. Ildo lijkt op bed. Zaken die vernuven wel even. Ik zei dan, doch ik hut even die salde dingetjes. Maar vet sneu. Dus misschien toch dat er thuis ik wat vaker de bril op had. Op squallen had hem dan wel op mijn werkje, maar thuis bleef het er wel eens bij. Dus maak misschien toch weer wat scherper op weer. Of het is gewoon wat te drok met Sinterklaas en Christwest. Want ja, dat is natuurlijk, had altijd heel wat impact op die beer. Dus ik zei gewoon lekker even rustig. Gewoon, ik zei geen televisie share en geen tablet, maar gewoon even lekker chillen. Dus een boekje, autoke hier, dus dan redt er een bol. Ja, het sneeuwmannenpak. Ik zal even de zolder op. Dus hij had de kubusbak al boven al zetten, dus dat is mooi. Dan kan ik het hierboven nog even skiften. En er zijn nog een paar dingetjes, ik denk, hey, die kan ik nog wel in broeken met Chris van Buurstuus. Dus die pluk ik er nog even uit. Want meestal haak ik wiet en zwarte boom. Maar ik zei, dit hier wel lekker voor de Chris-clips weer. Dus mij reed en green, lekker foute Chris-beam. Wie had die hele grote beam, die woon ik eindelijk YouTube-tuurtje. Maar even zien wat zaken, dus net zo fit, dus misschien werd dat morgen ook wel. Maar dat komt. Hij staat in ieder geval in de bierkeuken. Ik kan er even acclimatiseren. Hij past er net in, dat puntje staat een beetje brief. Maar ik hoop dat er aan in de hoes wel past. Ik zal dit eens even uitpakken. A few moments later. Zo, bak is clear. Ik ga je nog een paar dingetjes bovenop lijnen die we bouwtje misschien nog even leren. Van een Christfair. Dus... misschien wel leuk om even hinder te gaan, als zaken dan fit is. En ik ga nog een bak met wat spul voor thuis. Zo. Nou, ik ga even wat ruimte maken in de hoes. Hier ook een Christwereldje. Hier een beetje. Maakt me even wat onpas, maar een beetje dit idee. En dan wil ik de Christbeen hier. Voor de trap. Dat is een hele grutte, dus ik hoop dat het past. En dan wil ik hier nog een Christhoekje creëren. En ik ga nog twee Christian miljardjes. Dus ik denk dat die daar verder uit en door. En misschien in dat hoekje nog iets met Christ. Dus echt, ja, af en toe dan word ik helemaal goed. Dus dat is een beetje mijn streven. Ilde koest nog, dus dat is mooi. En zakelen lekker bij Beppe Klaasje op een bank te chillen. Dus die moeder lekker blauwen. Ik zei even, ja. Nou vergeet ik hier het belangrijkste sjen te letten. De grote kriem bij hem, check. Die is wel echt super mooi. Die past je net helemaal. Dus ik hoop dat er in de hoes wat past. En ons met er een liefst stukje van een punt af. Ik kijk hier niet tegen hoe. Maar ja, we shall see. Poorten eronder, die we met Chimreels toen kocht haar. Dat is wel echt ideaal. Dat kan er mooi besteden. Dus dat is, ben ik wel blij mee. Hij had dus een nachtje aan het acclimatiseren. Dus ik vreeg Jan en Jelk dat hij tiert had dat hij mee in de hoes zette. Heel benieuwd op de post. Zo, de Christian van Ruud. Die daar. Hier nog een ster. Ga ik hier bij Ildo de knuffeltjes. Ik is die lekker draaien scoren, want dat was het toch. Een paar cadeautjes voor aan ze voor onder de been. Nou, en hier wil ik eigenlijk mijn Christ werken. Maar die hak dus nog net. Dus ik moet daar nog één op zal, dus zie ik die nog vind. Ik heb die wil ik eigenlijk hier. Maar die popjes en die hoesjes. En ik hier dit nog, dus die wil ik er dan echt nog bij haar. Dit is alle versiering voor in de BM. Christkaartjes voor Zaken Thomas. Kinderen die dan eens schreeuwen. Er zin in had. En hier een beetje een rustig hoekje. Nou ja, en ik ga de vegen maar op de stafzorg zetten. Past wel heel goed. Nou, hier past een soort van. Hier zit krijgt een beetje trap, maar hier kan.
Nou ja, kunnen we wat meer cadeautjes bieden misschien. Dus nog een paar dwarsjes even te bemachtigen. Dan zit ik die inpakken. Ik ga hier nog een beetje verroren. Zit een mooi kriesthoesje bij. Kriesmoetsjes erop. Zo. En ik ga een kriesdwarpje. Ik vind het zaak zo mooi. En ik stik hem zelf weg weer. Hier een mooi kriesdwarpje maken. Zaken die zit nou even in... In douche, die is nog langer fit. Ik ga hem krijg maar even een paracetamol doen. En hij wil lekker douchen. Hij heet koud en dan weer heet en weer koud. Dus hij is echt niet fit. En Ilo krijgt nog even op bed. Die weer wurrig. Dus nou ja, ik denk dat ik dan maar begin met de lichtjes. A few moments later. Nou, ik ga zaken krijgt uit de douche halen. Die moest spuien en die heel wat pinehollen en koorts. Dus ik leeuw het beem op tuurje wel even. Ik kroep lekker bij zaken op een bank. En als je van morgen wil, hoe het met de kriesbeem komt. Want mijn liefste mandje goed voor alles. Dus jongens, de vlog houdt hier op. Ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauw toonk omheen. En via het net de chillen te downloaden van je tablet of telefoon. Ik kroep bij zaken op een bank. Want dan naar je chitsvlog. Hey hoi!